Kijk, we hebben onze eigen duif, onze houtduif. En die staat voor de ramen en gaat uit te schooien om uh, zaadjes. Kijk, hij zit gewoon te tikken. <laughs> het is voor het dat hij zit te tikken op het raam. En dat hij zo dichtbij is. Maar meestal als hij dat uh, dichterbij komt, dan uh, zijn er zaadjes op. Dan zit hij daar in de boom. En dan wilt hij dus... Uh, ja, Even ik zaadjes op de tafel gooi voor hem. Hij past niet in dat huisje. Dus uh, ja, hij probeert daar. Nou zit hij weer met de andere duif uh, achterna. Die vliegt nou weg. Hij zit nou op de tafel, maar waarschijnlijk ligt er niet veel meer. Maar ik had ook brood op het dak gegooid. Maar ja, dat vindt hij dan weer niet lekker genoeg. Dus uh, ja, dat was het.